Ik kijk even naar de techniek. Ja, we hadden het niet afgesproken, maar is het mogelijk om even de camera te draaien in de zaal? Ja, even. Nee, dus even en daarna weer terug en daarna gewoon weer terug. Dan krijgen mensen even beeld en dan ga ik even opzij. Oh, dan wij zien dat hier nu niet. Kijk, er wordt gezwaaid. Alle vriendelijke mensen allemaal. Het is gewoon liefde die hier in de zaal stroomt. Ja, dat zijn we niet meer gewend in de afgelopen anderhalf jaar inderdaad. Een zaaltje vol te zien. Astrid, ik ga rustig aan die kant op, want jij gaat het volgende onderwerp introduceren. Ja. Ik wou ook nog even heel kort stilstaan bij wat we net gezien hebben, want ik was wel onder de indruk van hoe dat hier opgepakt wordt met die Serious Games en wat er vanuit de techniek allemaal mogelijk is qua modellen om daar al mee bezig te gaan. En, ik denk een goede zaak om daar van jongs af aan je al zo mee bezig te houden. Dus nog complimenten voor de voorgaande presentatie. En dan gaan we over naar de hoofdmoot van vanmorgen. Ik neem jullie terug naar de zomer, naar afgelopen zomer. Het was best een hele mooie zomer. We hadden eigenlijk heel ontzettend mooi weer. Veel mensen waren op vakantie, de campings stonden vol. De akkers stonden goed in groei, waren goed aan het groeien. En op een gegeven moment kregen we toch wel wat onheilspellende weersberichten over flinke regenval in het zuiden van Nederland en dan met name Limburg. Een paar dagen later was het zover. Er kwam een hele bak regen naar beneden. En plotseling bevonden we ons in een scenario waar we eigenlijk niet gewend waren om mee om te gaan. De mensen in Limburg hebben dat toch ontzettend goed gedaan en hebben daar het hoofd geboden aan de situatie waar ze voor kwamen te staan. Laten we gaan luisteren naar de mensen die dat echt hebben meegemaakt. We gaan over naar Limburg, naar het, moet ik even goed zeggen, de werkplaats van de hoogwaterloods in Horst. En wij worden daar welkom geheten door Bart van den Berg. Dat doet hij via een videoboodschap die hij eerder heeft opgenomen. Hij nodigt ons uit om daar ook naartoe te gaan, maar hij zal ook ons welkom heten. En het vervolg van deze kennisdag zal vanuit die hoogwaterloods worden gepresenteerd. Dus laten we vooral gaan kijken nu naar de welkomstboodschap van Bart van den Berg. Collega's, goedemorgen. Mijn naam is Bart van den Berg, een van de directeuren van het Waterschap Limburg. En ik wil jullie langs deze digitale weg van harte welkom heten, in dit geval in de loods in Horst. Ik sta zelf in de centrale regiekamer in Roermond, een van de ruimtes van waaruit wij de hoogwatercrisis hebben bestreden. En ik wil jullie heel kort even meenemen in alles wat gebeurd is. En daarna zal Bert Smeets het overnemen. Toen Ludolf me 3 weken geleden vroeg van joh Bart, kunnen jullie wellicht een bijdrage aan de kennisdag leveren? Toen dacht ik in eerste instantie, joh, dat kun je niet menen. Het is stervensdruk. Niet alleen de crisis zelf was heel erg druk en heeft heel veel van onze mensen gevraagd, maar de afrekening van alles wat daarna komt, het herstellen van de schades, het inspecteren, het aandacht besteden aan al die mensen die getroffen zijn via schades, mensen die zorgen hebben, mensen die claims hebben, het vraagt heel veel energie. En toch is het heel belangrijk dat we ook dit soort ervaringen en dit soort stukjes kennis met elkaar delen. En daarom wil ik dat heel graag hier ook doen. Maar ik wil dat ook heel erg graag doen, gezien de trots die we met z'n allen mogen hebben over de manier waarop we de crisis hebben bestreden en wat we ook in het verleden al hebben gepresteerd. Samen. Wij waterschappers samen, wij Rijkswaterstaat samen, alle mensen werkzaam in de waterbouw. Want onze waterkeringen hebben redelijk goed gefunctioneerd. Maar wat is er eigenlijk gebeurd? Op 13 en 14 juli is er regen gevallen in het Heuvelland. Regen of heel veel regen, kun je beter zeggen. De STOWA heeft ingeschat dat de regenbuien die gevallen zijn in 2 dagen tijd een frequentie van voorkomen hadden van 1 op 1000. Dat leidde eigenlijk tot 3 crisissen. Crisis waar wij voor gesteld stonden. Aan de ene kant de overstromingen in het Heuvelland. Er wordt wel gezegd het wateroverlast in het Heuvelland, maar dat zou ik heel nadrukkelijk willen bestrijden. Het was niet alleen wateroverlast, het was echt een waterveiligheidsissue. Als je kijkt naar de stroomsnelheden, de hoeveelheid water, de kracht van het water en de dieptes, de hoogtes en de dieptes van het water, dan was hier echt sprake van een veiligheidsissue. Tegelijkertijd vroeg het hoogwater in de Maas onze aandacht. De Maas streeg snel en we moeten dan, vanwege de coupures die wij langs de Maas hebben in onze waterkeringen, moeten we gaan acteren en draaiboeken gaan uitrollen. En de derde crisis vond plaats op de Roer, een van de zijrivieren van de Maas, die met name uit de IJssel komt en die ook een hele grote waterafvoer kende. Als je kijkt, de afvoer in de Geul, de afvoer in de Roer, wordt geschat op
een voorkomen van 1 op 100 tot 1 op 1000. In de Maas was dat anders. Het was weliswaar heel bijzonder dat er hier een hoogwater plaatsvond in de zomer, maar we praten over een frequentie van voorkomen ergens tussen de 1 op 100 en 1 op 200. En omdat het een hele specifieke golf was, vrij kort, heel hoog, betekende dat ook toen die golf in Roermond en in de Brede Maas al aankwam, dat die vrij snel uitdempte, waardoor de waterafvoer, met name de waterstanden noordelijk van de provincie, terugvielen naar een frequentie van 1 op 15. We stonden echt voor een heuvel, we stonden echt voor een grote uitdaging. Op 14 en 15 juli liep het heuvelland onder. Op 14 en 15 juli moesten al die coupures langs de Maas opgebouwd worden. En op 16 en 17 juli vond de piek plaats bij Roermond van de Roer. En die viel ook nog eens samen met de piek van de Maas. Wat hebben we allemaal gedaan langs die Maas? We hebben in totaal 200 coupures in de waterkeringen. Dat betekent dat we 4 kilometer aan schokbalken hebben uitgerold. 140 pompen hebben geplaatst. En uiteindelijk onder regie van de veiligheidsregio ook nog eens op 23 plekken in totaal noodkeringen hebben geplaatst met zo'n 120.000 strandzakken en misschien wel 2.000 big bags. Een enorme operatie. Het opbouwen van onze coupures vergt volgens het draaiboek 5 dagen. Het is op 13 en 14 juli in 53 uur, dus minder dan de helft van de tijd, is het opgebouwd. Waarlijk een prestatie waar we met z'n allen trots op mogen zijn. Sowieso wil ik ook langs deze weg nog eens benadrukken dat het geweldig was om te zien hoeveel mensen spontaan hun hulp aanboden. Mensen van andere waterschappen, mensen vanuit Rijkswaterstaat, de brandweer, defensie, burgers. Ik vergeet het gegarandeerd nu, maar het was geweldig om te zien hoe Nederland samen optrok om deze ramp te bestrijden. Heel veel gebeurde vanuit de loodsen in Sittard en in Horst. Daar stond al dat materiaal wat uitgerold moest worden. Een enorme logistieke operatie. Die ook nog eens bijzonder was, omdat we dat voor het eerst met onze twee prestatiecontractaannemers deden. Het was weliswaar geoefend, maar in het echt is het toch allemaal anders. En het is uitstekend gegaan. De leiding werd voor een gedeelte hier vanuit Roermond gedaan, maar voor een belangrijk gedeelte kwam ook de leiding uit de loodsen. Bert Smeets, die met name toezicht hield op het hele draaiboek, die zal jullie straks veel meer vertellen over wat allemaal aan noodmaatregelen is gedaan. Die noodmaatregelen, zoals gezegd, werden aangestuurd vanuit twee veiligheidsregio's. Dus als waterschap hadden we ook nog eens te maken met twee WVT's en met meerdere operationele teams in de veiligheidsregio waar we onze bijdrage aan moesten leveren. En laten we ook niet vergeten dat we dagenlang met 800 dijkwachten geïnspecteerd hebben langs de Maas. Alle waterkeringen werden nauwgezet in het beeld gehouden om te kijken waar er wellicht via kwel of via pressen gevaar was. Een hele complexe uitdaging. En ik wil nogmaals zeggen dat we met z'n allen heel trots mogen zijn op het bereikte resultaat. Zowel op de manier waarop we de crisisbestrijding hebben uitgevoerd, zowel als je kijkt naar het functioneren van onze waterkering, want de Maaswerken, de Zandmaas, de Grensmaas, al die dingen hebben gewerkt. En dat hebben we in Nederland toch heel goed voor elkaar. En als laatste nogmaals, de samenwerking uit alle delen van het land is ook iets waar we met z'n allen heel trots op mogen zijn. Ik denk dat je heel mooi en terecht kunt stellen, water verbindt ons allemaal. Nou, Bert Smeets, Waterschap Limburg, ik ga jullie in kort meenemen en wat hebben we allemaal meegemaakt in die dagen. Ik trap af met een korte introductie van het waterschap en daarna hoe is de opschaling gegaan, wat hebben we meegemaakt en wat is het advies ook naar de toekomst. Nou, Waterschap Limburg is het jongste waterschap van Nederland. We zijn een fusiewaterschap ontstaan januari 2017 uit twee Limburgse waterschappen. Ik mag eigenlijk wel zeggen van qua aantallen zijn we het grootste waterschap van Nederland qua demontabele spullen en ook qua dijkringen, want we beheren circa 45 dijkringen. En we zijn ook wel een jong waterschap na de overstromingen ontstaan van 93-95, want daarvoor hadden we in principe geen waterkerende taak. We hebben in ons beheergebied ontzettend veel demontabele wanden, coupures, pomplocaties. Maar dat is ook mede te danken dat we jong waterschap zijn. En we kunnen natuurlijk niet meer overal dijken aanleggen, vooral waar we door steden gaan wat dat betreft. Wat hebben we aan primaire keringen? 180 kilometer en 10 kilometer overige keringen. De materialen wat we hebben, die liggen in Horst opgeslagen en in Sittard. Nu wordt de presentatie gegeven vanuit de loods in Horst. Maar in Sittard hebben we natuurlijk de spullen voor het zuiden liggen. En in Horst hebben ze liggen voor Noord-Limburg.
Nou, hoogwater januari 2021. We begonnen eigenlijk het jaar januari, februari met een hoogwater van 1750 kuub. Daar hadden we eigenlijk wel gedacht, we hebben het gehad voor het voorjaar. Maar niks was minder waar. In juli kregen we hoogwatertje in, midden in de zomer. Hebben we 1980 ook een keer gehad. Dat kan me nog heel goed herinneren. Maar natuurlijk niet met zo'n hoge afvoer, want de afvoer piekte toch op 32,60 en dat is eigenlijk een behoorlijk grote afvoer geweest. We kregen dus eigenlijk te maken met een grote crisis, driemaal crisis om het samen te vatten. Veel neerslag in Zuid-Limburg. Ja, heeft natuurlijk ook toename van de afvoer van de beken op richting Maas en ook gigantische stijging van de Maas. Nou, de neerslag wat viel in de periode van 13 tot en met 15 juli was gigantisch, 80 tot 180 millimeter. Normaliter valt dat eigenlijk op 2 maanden, wat nu eigenlijk in 2 à 3 dagen viel. Dus het was een hele uitdaging. Ik heb een paar plaatjes toegevoegd. Je kunt ook zien hoe het er in Zuid-Limburg een beetje uitzag. Bovenste plaatje, en dan vooral ook beneden. Een auto staat in het water, ik zag hem net ook voorbij komen. En zo zag het op heel veel plekken in Limburg uit wat dat betreft. En dat wil je liever niet, maar het overkom je. Ja, hoe is het eigenlijk gegaan qua neerslag? Wallonië, daar viel tussen de 100 en 140 millimeter. Duitsland 140 tot 240 millimeter. Maar voornamelijk ook in die zijrivieren zoals de Geul, Gulp, Geleenbeek en Roer. Als je de getallen ziet, dan kun je zo concluderen dat de afvoer op heel veel zijrivieren 30 tot 40 maal de maximum of de normale afvoer heeft overschreden. En dat is best gigantisch wat dat betreft. En ook in een zomerperiode wat dat aangaat. Hier heb ik nog een paar plaatjes toegevoegd van hoe het bij de mensen ook uitzag. Als je hier kijkt naar het bovenste plaatje, Valkenburg, het water staat toch wel op behoorlijke hoogte bij de mensen. Ja, in woningen, dat wil je natuurlijk niet, maar het overkomt je. En onder dat plaatje zie je ook, het staat op de straat, maar het is allemaal eigenlijk best wel heftig. Ik heb hier een plaatje van de Maas in Maastricht. Dat kun je ook zien, het gaat behoorlijk veel onder de Sint-Servaansbrug door. Veel campingen die liggen in de uiterwaarden. Normaliter, winterdag heb je er geen last van. Dan zijn die allemaal winterklaar, ontruimd zeg maar. Maar nu, veel caravans stonden er. Het was een hele uitdaging om alles weg te krijgen. En er zijn natuurlijk fikse schade door ontstaan. Maar toen kwam de prognose van Rijkswaterstaat. Ik heb er een plaatje beneden in staan, maar ik heb het natuurlijk ook uitgewerkt. En dan kun je eigenlijk zien hoe het is verlopen in Limburg. We kregen eigenlijk maandag wel een plaatje te zien van iemand. Het was behoorlijk rood en blauw. Het leek een beetje op de Nederlandse vlag, maar daar werden we niet vrolijk van. 14 de dag daarna, de dinsdag, kregen we de eerste voorspelling van Rijkswaterstaat. Het was een bandbreedte van we gaan 1300 kuub tot 2500 kuub. Ja, waar moet je starten? Wat ga je uitrijden? Want het is een bandbreedte van 1200 kuub. 'S middags kregen we weer een nieuwe voorspelling en er stond in 1900 kuub, 2900 maximaal. Bandbreedte was wel iets geslonken, maar de top werd iedere keer hoger gelegd. De woensdag kregen we om 7 uur 's morgens 2700 kuub, 3200 kuub. Dat is gigantisch veel. Daarna kwam er 's middags nog een keer 3300 kuub, 3700 kuub. En toen is het wat gaat het worden, maar één ding viel ons wel op. De bandbreedte werd kleiner, de top werd hoger. Je ging iedere keer toch wel meer naar de waarheid toe. En daarna nog een keer de ene laatste 3300, 3600. Dus we hadden wel in de gaten, het wordt enorm hoog. Want het uur van de waarheid naderde. En op het einde van de rit is het 3260 geworden voor Limburg. Dat is gigantisch veel wat dat betreft. Ja, hoe ga je het aanpakken? We hebben 2 loodsen. We wisten dat er heel veel water zou komen. En de voorspellingen, daar zat wel een redelijke bandbreedte. En het is gewoon besloten. We starten woensdagmorgen om 10:15, 10:15 werd gezegd. We gaan alles uitrijden in Limburg. Zowel de loods in Zittert gaat helemaal leeg, als de loods in Horst. Is eigenlijk nog nooit voorgekomen, die 2 loodsen leeg. Maar nu was het moment daar. Wat hebben we gedaan? We hebben 4,2 kilometer demontabele kering gebouwd. 200 locaties. En je moet het voorstellen, een coupure kan 3 meter zijn, kan 300 meter zijn. De hoogte kan variëren van 40 centimeter tot 3,40 meter is de hoogste.
We hebben 105 pomplocaties ingericht. Dat zijn meer pompen, rond de 140. Dus er is toch wel een en ander water verpomp. We hebben ook nog tijdelijke keringen. Die staan allemaal mooi in een draaiboek. Ook 23 locaties. Daar praat je ook over kilometers. Die hebben we ook allemaal gemaakt. Het zijn zandzakken, big bags, zand en folie. Als dadelijk het dijkversterkingsprogramma klaar is, zijn die keringen allemaal definitief. En wat voor het eerst gebeurde, we hebben twee retentiebekkens in ons gebied zitten. Eén in Zuid, één in Noord. En die hebben een functie vervuld. Normaliter zeggen ze van, ja, één keer in de 70, 80 jaar stromen die in. Het zuidelijk bekken is opgeleverd in 2015. 6 jaar later was het wel prijs. Het is, heeft zijn werk vervuld, maar er liggen ook nog gebouwen in. Voor die mensen is het natuurlijk minder leuk, want het is ook op tv geweest. En wij hebben er ook water in watergang doorlopen. Daar moeten we ook gepaste maatregelen mee nemen om toch het water veilig te kunnen afvoeren. En dan praat je over pompenplaatsen van 4000 kub tot 12.000 kub. En het zijn hier die gele pompen. Iedere pomp heeft 4000 kub. Wat is nog meer gebeurd? Ja, veel zandzakken gevuld. 200.000, dat is best veel. En ook nog duizenden big bags. En als je nagaat, de aannemer woensdag kwam het groene licht. We gaan uitrijden. Alles is woensdag klaargezet. Donderdagmorgen is de aannemer gestart. En vrijdagavond 7 uur was eigenlijk alles de deur uit. Toen kregen we het zijn. Het is geluk wat dat betreft. Ja, wat waren de grote onzekerheden? We hebben hier in Limburg nog veel keringen uit de jaren 90. Zoals wij toen werden het kades genoemd. Het zijn noodkeringen in het zuiden van Limburg of midden Limburg tot en met Maastricht. Zijn de keringen op orde. Maar dat andere stuk naar Mook toe zijn nog veel verbeteringen noodzakelijk. En met name die noodkeringen wat nog de komende 4 à 5 jaar op de schop gaan worden aangepast. Die baarden ons toch wel enige zorgen. Als je naar het plaatje van het dorp wel kijkt, dan kun je de zwarte lijn is de voorspelling. En de rode lijn is eigenlijk de dijkhoogte en ook wat het geworden is. En de zwarte lijn zat op een paar, vooral in het begin, boven de rode lijn. Dus er was de vraag, gaat wel het houden? Gelukkig zat er toch iets tolerantie in de voorspelling. En als je goed kijkt, is het in principe, als je wat naar links kijkt, dan zie je het rode puntje. En daar kun je precies zien, dat is eigenlijk de top geweest. Dus eigenlijk hebben die keringen net op centimeterniveau gewerkt. We hebben het droog kunnen houden. Maar het was wel een hele actie om dat gerealiseerd te krijgen. Dus de hoogwatertrajecten die gaan de komende jaren opgepakt worden. En dan hoop ik dat we daar ook een punt achter kunnen zetten. En ook wat straks al in een keer door Bart aangegeven werd. Ja, de Roer die kwam ook met een gigantische afvoer. En dat heeft ook nog wel tot een evacuatie in Roermond geleid. Maar daar kom ik straks even op terug. Nou, we hebben in Limburg 17 RWZI's. Ja, daar werden er natuurlijk door het hoogwater ook onbereikbaar. Aantal gemalen werden ook geïnundeerd. Daar ontkom je niet aan. En we hebben zelfs in zuivering in steen stil moeten leggen. Nou, terugkijkende naar de opschaling. Ja, besluit werd 15 juli genomen. We gaan alles bouwen. We wachten de voorspelling niet meer af. We hebben anders wellicht hebben we wel voldoende tijd. Want het ging normaal zeggen we bouwen 5 dagen. Maar die tijd die hadden we nu niet. Dus is gewoon besloten. We gaan beginnen, we willen op tijd alles gerealiseerd hebben. Het was een supersnelle golf en alles moest tijdig gebouwd worden. En we hebben het door die donderdagmorgen vroeg te beginnen, heeft de aannemer één aannemer bouwt in het noorden, één aannemer in het zuiden. Maar in het noorden moet ontzettend veel gebouwd worden. Heeft het gehaald, maar die hebben ook dag en nacht met 6 tot 8 ploegen gewerkt. Iedere ploeg is circa 4 mensen. En dat heeft toch wel de nodige energie gevraagd, ook van onze mensen, maar ook van de aannemerij. Ja, hoe ziet het in hoogwaterloods uit? Dit is de toegangsdeur, natuurlijk niet voor de vrachtauto's, alleen voor personeel. Ik neem jullie daar even in mee, ik heb wat foto's gemaakt. En mocht je een keer ooit geïnteresseerd zijn, kun je altijd in de hoogwaterloods bij ons eens een kijkje komen nemen. Dit is een gedeelte van de pompen. We hebben de loods ingedeeld in 2 rijsporen. Eén kant is het pompgebeuren, één kant is het aluminiumgebeuren. En hier staat een gedeelte van de pompen. De loods heeft een oppervlakte van 2300 vierkante meter, dat is best groot. Hier zie je ander type pompen staan. We hebben meerdere type pompen.
Hier zie je ook de leidingen allemaal liggen wat we nodig hebben. Alles zit mooi in rekken. We weten precies waar wat naartoe gaat. Het gaat op de vrachtauto en het wordt naar de landbouwer gereden. En die gaat voor ons pompen wat dat betreft. Maar dat regelt wel de aannemer nu. Nou, nog een gedeelte van de leidingen. Want we waren ook nog met de verbouwing in de hoogwaterloods bezig. Die was gestart eigenlijk na het hoogwaterseizoen. En denk, ja, we hebben zomerdag, hebben we nooit geen last van. Maar niks was minder waard dit jaar. Ja, gedeelte van het aluminium. We hebben ook een paar noodcontainers voor snelle inzet. Maar ja, in dit geval had je veel noodcontainers nodig gehad om alles op zijn plek te krijgen. Maar we hebben ze op dit moment niet gebruikt wat dat betreft. Nou, andere gedeelte, aluminium gedeelte. We hebben circa 7000 balken liggen in de loods. Dat is best veel. Alles wordt geladen middels een heftruck, want het gaat enorm snel. En alle vrachtauto's wat voor ons rijden, die hebben een eigen kraan erop. Ze moeten op locatie alles zelf kunnen lossen. Dat doen wij dus niet. Dat is druk op de knop en afladen. Nou, nog een ander gedeelte van de loods. En we hebben natuurlijk heel veel keringen bij de mensen in de achtertuin. En dat hebben we ook wel geweten. We hebben er ook speciale karretjes voor gemaakt. Hier staat midden tussen de rekken een blauw karretje. Dat is een kering wat we moeten opbouwen. Lengte 135 meter en we kunnen er maar op twee plekken bij komen. Dan zetten we een karretje op de muur en dan kunnen we ermee rijden wat dat betreft. Dat is een heel stuk handiger. Hetzelfde geldt voor deze karren. Die gebruiken we ook in Arsen. Dat is ook een moeilijk bereikbare locatie. Daar hebben we wel hulpmiddelen voor gemaakt om het werk toch een stuk te vergemakkelijken. Nou, we hebben ook pomplocaties waar we eigen energie draaien. Daar hebben we aggregaten voor. Komt hoogwater, gaan die op de oplegger of op de kraanwagen naar de locatie toe. Plug and play en we draaien met de pompen. Nou, hier kun je een stukje van de verbouwing zien. Er worden nog kantoren ingemaakt in de loods. En onder waar nu de steiger staat, komen weer de spullen te staan wat wij normaliter gebruiken. Zodoende stond niet alles helemaal op zijn plek. We hadden het allemaal voorhanden, maar wel op andere plekken wat dat betreft. Nou, zo zag het er buiten uit. De vrachtauto's, opleggers, die komen en die gaan. Ze komen alle spullen halen en die hebben natuurlijk ook dag en nacht voor ons moeten rijden om alle spullen tijdig de deur uit te krijgen. Nou, hier zie je een kering, volgens mij is de foto in wel genomen. De kering is opgehoogd middels zandzakken. Dat is een van die trajecten waar dijkverbetering nog voorbij moet komen. Ander plaatje rechtsboven, hoogwaterloods Hors. Spullen komen terug, worden schoongemaakt, wordt netjes teruggezet. Links onder het plaatje van in het zuiden, daar hebben ze burgers weer gered, zeg maar, met shovel. De mensen en dieren staan erin. En rechts onder het plaatje van onze dijkgraaf Patrick van der Broek met een collega in een overleg met een andere, in overlegvergadering met een andere instantie. Nou, externe hulp, die hebben we heel veel ontvangen. Collega waterschappen, ze kwamen eigenlijk met alles naar Limburg toe. Zandzakken, vulmachines, pompen, dijkinspecteurs. Maar we hadden ze ook wel, veel mensen hebben we ook veel gebruik van gemaakt. Defensie kwam met 300 militairen. Je hebt buiten enorm veel zandzakken geschoten, mensen geholpen. Ja, hulpdiensten heb je natuurlijk ook nodig, politie, brandweer. Want we moesten op een plek een noodplan maken. En de beste mensen staan altijd, of de beste stuurlui staan altijd aan wal. We hadden nog weinig ruimte, dan moet je de politie erbij halen en zeggen, move. Rijkswaterstaat doet natuurlijk de voorspellingen van de hoogwater van de Maas. Maar er zijn ook diverse collega's hier geweest van Rijkswaterstaat. Die hebben ons geholpen met inspectie buiten in het veld. En natuurlijk niet te vergeten onze 800 dijkwachten, de vrijwilligers. Die hebben ook dag en nacht gelopen wat dat betreft. Maar dat is wel de beste oefening geweest wat ze ooit hebben kunnen krijgen wat dat betreft. En natuurlijk niet te vergeten duizenden Limburgers die ook geholpen hebben met vullen van zandzakken, een show, noem maar op. Ja, kijk je even naar een paar plaatjes van Delftland. Die hebben ook een container met spullen gebracht. Onder zie je een zandzak of een transportbandje wat we gebruiken voor de zandzakkenvulmachine. En we hebben zelf twee zandzakkenvulmachines, maar met die aantallen schiet je grof tekort. We waren super blij dat ook andere waterschappen hun materialen ter beschikking stelden. Ja, de militairen die kwamen. Ja, we moesten natuurlijk een grote slaapkamer voor die jongens hebben. Die hebben we gevonden, een zitter. De hele loods was leeg. Iedereen heeft een zitter geslapen. Nu zijn ze op het ruimen. Ja, het was best... best leuk daar, maar het moet natuurlijk ook voor eten gezorgd worden. Het was wel een hele uitdaging, maar ze hebben het allemaal overleefd. En wij hebben het gered.
Ja, stijging van de Maas. Wat hebben we meegemaakt? Ja, is 32,60 geworden. We hebben de normen van 93,95 overschreden met 500 kuub. De golfvorm maakt natuurlijk ontzettend veel uit. Overlast beneden strooms, beneden Stevensweert, Roermond is een stuk beperkter geweest. Dan is de golf toch behoorlijk afgevlakt. Omdat daar ook een groot grindwingebied is van vroeger, hebben we toch wel voordelen mee gehaald. Ja, beeldvorming. Ja, januari hadden we 1750 kuub. En je had het niet kunnen bedenken dat je een half jaar later had gezeten van met bijna het dubbele wat dat betreft. Nou, samenhang, maatregelen. Ja, is veel gebeurd door de jaren. 25 jaar geleden hadden we niks. Grensmaas is veel werk verzet. Maaswerken, ja, hebben de keringen gemaakt ook. Samen ook nu met ons. Ja, neer hebben we is pas opgeleverd. Er zijn veel nieuwe zaken toegepast. Glazen kering, roldeur, opdrijvende kering, sluisdeuren. En neer hebben we een mooi voorbeeld. De beek die loopt niet meer door neer met hoogwater, maar we leggen ze om aan de buitenzijde. Dus een stuk veiliger. Ooie Wansum is een project dat is door de provincie getrokken. Het is de waterstand in Wansum 35 centimeter doorgedaald. Dat heeft wel zijn voordeel mee gehaald. Venlo 20 centimeter en Roermond 5 centimeter. Je ziet toch, als je alles samenpakt, heeft het systeem goed gefunctioneerd. Ja, hier een voorbeeld van neer. Het onderste plaatje, zo zag het er in de jaren 90 uit. 95 staat ook op het dak. En het bovenste plaatje is 2021, droge voeten. Mooi resultaat. Nou, wateroverlast Zuid-Limburg. Ja, het is triest wat dan gebeurd is in Valkenburg met de Geul. En ook, ja, vergeet Meersen niet, dat hoort er ook bij. Nou, we zijn bezig met een herstelplan, want het hoogwaterseizoen staat weer voor de deur. 15 oktober ja, moeten we eigenlijk weer alles in orde hebben wat we in 2021 mee zijn begonnen. Herstelplan ziet er een korte samenvatting uit. We hebben een team die inventariseert. Eén team herstelt. Team is bezig met het zwerfvuil opruimen. Dat is al veel van weg. En ook ja, de zandzakken natuurlijk allemaal opgehaald. En een team data, dat is heel belangrijk. Want we hebben natuurlijk heel veel foto's, heel veel data ingewonnen. Je moet het goed wegzetten, ook voor de toekomst. Ja, herstelplan, kosten zijn nog onbekend. Als ik Valkenburg zo in de krant lees, dan zit je al 450 tot 600 miljoen. Ja, urgentie moet natuurlijk nog bepaald worden. De organisatie was natuurlijk na het hoogwater best wel oververmoeid. Lange dagen gedraaid, ik zelf ook, zeer weinig geslapen. Maar we hebben de klus geklaard en daar doen we het voor. Ja, algemeen beeld. Het bestaande systeem primaire waterkeringen heeft ja, alles gehouden. Ook met inzet noodmaatregelen. Ondanks dat we ja, kwalitatieve keringen hebben die nog veel aan gesleuteld moet worden. Zijn ook mensen geëvacueerd. Roermond is een gedeelte geëvacueerd. Ziekenhuis Venlo. Dorp wel. Dat heeft toch wel een behoorlijke impact ook op die mensen. Ja, alle maatregelen conform draaiboek zijn uitgevoerd. Ondanks dat we de snelle golf hebben, is het op 53 uur tijd gerealiseerd. Ja, probleemlocaties is allemaal, ja, met name gerelateerd waar hoogwaterbeschermingsprogramma nog langs moet komen. Het zijn 15 of 16 locaties, maar die zitten ja, goed op vaart en die hopen we achter 4, 5 jaar te kunnen afronden. Ander verschijnsel, Roosteren, Mazeik, Aasterberg. Mazeik is Belgische kant. Bij Roosteren en Aasterberg ging het water over de kering heen. En het had theoretisch niet gekund, maar de praktijk wees uit dat het wel zo was. Dus daar moet nog een onderzoek naar komen. Waterkering langs de Hambeek, de vielen samen met de piek. De roer, daar gaat het water van de roer door de Hambeek. En die piek daarvan, die viel samen met de Maas. Dus dat is wel behoorlijk extreem geweest. Nou, hoe lang komt het hoogwater of wanneer komt het voor? Wie zal het zeggen? 41 jaar geleden. We hebben in feite alles kunnen opbouwen. Ja, discussie was ook nog Maastricht ziekenhuis evacueren, ja of nee, want het zit op 3700 kuub, is gelukkig niet gehoeven. We hadden een korte golf en de herhalingstijd was begonnen met 1 op 100 en het einde van het gebied van ons was 1 op 20. Nou, Stuw-Sandbeek is maar een gedeelte van kunnen strijken. Daar komt nog een onderzoek naar, zowel technisch falen en wat is de impact hydraulisch geweest. Nou, conclusie, ontzettend veel hemelwatergevallen, beekwater en Maaswater, ja, gigantische overlast gehad. Hoogwaterveiligheidsmaatregelen voor Limburg, ja, grote urgentie. Ja, wat hebben we ervan geleerd?
hoogwater kan ook voorkomen in de zomer. Wellicht ook misschien in de toekomst, wie zal het zeggen. Er moeten nog veel dijken worden verbeterd door dijkversterking en het hoogwaterbeschermingsprogramma. De evaluatie, ja, daar zijn we ook mee bezig. Er komen natuurlijk veel leermomenten uit. En met andere woorden, je hebt ook je collega waterschappen nodig. Ook Rijkswaterstaat, je hebt ook een grote bijdrage geleverd. En je hebt natuurlijk ook de burgers nodig. En hoogwaterveiligheidsmaatregelen is een heel urgente opgave voor het waterschap Limburg nog. En dan zijn we aan de einde aangekomen. Bert, er zijn een heleboel vragen op de chat over verwachtingen, maar die wil ik even wachten totdat al die evaluaties geweest zijn. Maar er zijn wel wat vragen geweest over operationele inzet van bijvoorbeeld die zandzakvulmachines of ondersteuning van andere waterschappen. Er zijn eigenlijk twee vragen. Enerzijds, hebben jullie er veel aan gehad? En ten tweede, als jullie er veel aan gehad hebben, hadden jullie er meer willen hebben of meer op locatie? Nee, we hebben er zeker heel veel aan gehad, want we hebben er zelf maar twee. En twee in 200.000 zandzakken is natuurlijk weinig wat dat betreft. We hebben ons er heel goed mee kunnen helpen. En wellicht, als je alles van tevoren had geweten, dan had je ze misschien ook nog meer op locaties gezet. Dan had je meer decentraal gewerkt, dat denk ik wel. En nu is het meer vaak op grotere plekken waar de spullen liggen. Dan was het transport wellicht wat minder geweest van de zandzakken. Nou, nu gaan we door met de volgende presentatie. Ga ik het woord geven aan... Bert, ik heb ook nog een vraag voor jou. Oké. Want je vertelt het verhaal heel mooi, heel rustig. Maar hoe heb jij het persoonlijk ervaren? Ja, hoe ik het persoonlijk heb ervaren, het waren vijf heel drukke dagen, heel lange dagen. En het is hectisch geweest. Maar als ik terugkijk, we hebben al die jaren goed geïnvesteerd in het hoogwatergebeuren. En we hebben de klus geklaard. En dat vind ik prachtig. Hebben we niet alleen gedaan. Ook met alle mensen, alle waterschappen hebben meegeholpen. Ik vind het prachtig dat we de klus hebben geklaard. Ondanks dat we wisten dat we veel dijken hadden met een mindere kwaliteit. En dat is positief aan het verhaal. Ja,